Hallo en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ja, ja. We gaan weer shoppen. We gaan weer shoppen en we gaan eigenlijk shoppen wat we niet eerder hebben gedaan. We gaan schoenen. Schoenen shoppen. Schoenenjacht. Ja. Want jij hebt een laarsje nodig, toch? Ja, ik ben niet zo'n typische vrouw die 30 paar schoenen heeft. Ik heb altijd maar een stuk of 4 paar en daar doe ik het dan altijd mee. En ik kwam erachter dat ik eigenlijk een laars zoek die wat hoger is. Ja. Want ik heb nu zo'n laag laarsje en als ik op de fiets zit en het is kouder, dan ziet dat er, is het koud, maar dan ziet het er ook een beetje stom uit. Ja, met een dikke dus winter. Wel met een hakje. Ja. Vrouwelijk en een beetje, maar wel stoer. Maar stoer. Ja. En nou, dat zoek ik eigenlijk. Ja, en waar gaan we kijken? Nou, ik slaag altijd met low budget schoenen bij Scapino. We hadden het eigenlijk een beetje zo bedacht. We bedenken zeg maar een thema waar we gaan shoppen. En dat is deze keer schoenen, omdat allemaal die schoenen nodig hebben. En dan kiezen we allebei een winkel. Klopt. Nou ja, dan kunnen we ook een beetje laten zien aan jullie wat wij dan leuk vinden. Ja. En ik ga voor de budgetschoen vaak naar TK Maxx. Want ja, daar hebben ze echt wel altijd, nou een beetje echt de schoen van het moment, zeg maar. Echt hippe schoenen wel. Maar dan wel budgetvriendelijk, zeg maar. Ja. Dus ik heb vorige week daar ook twee leuke paren gekocht. Een paar sneakers en nog een ander hakje. En misschien zijn die er ook nog wel, dan kan ik die zo ook even kan je die ook even laten zien? Nou ja, en ik neem jou dus mee naar de Scapino. Ook omdat hij in eerste instantie reageerde van, nou, daar kom ik echt nooit. En terwijl ik echt zoiets heb van, nou, maar het is daar echt heel leuk. Dus ik laat jou zien dat het toch echt heel leuk is bij Scapino. En jij neemt mij mee naar de TK. De Scapino. Dat vind ik leuk. Oh. Zoiets had ik ook, hè? Maar dan helemaal zwart. Er zit hier een streep. Ja, dat is hartstikke leuk. Nou. Witte schoenen zijn sowieso hot, hè? Helemaal wit. Oh. Ja, ik zie hier ook wit, hè? Daar ga jij toch niet aan beginnen, denk ik. Nee, ik vind het in de winter toch een beetje besmettelijk, hoor. Het zijn echt van die stoere boots, hè? Maar ik vind ze wel leuk. Ze zijn echt wel cool. Ja. Ja. Nou, ik vind ook wel, doordat ze wit zijn, zijn ze ook weer wat vrouwelijker. Als ze zwart waren geweest, dan was het een beetje zo'n mannenkistje. Ja, ik vind ze echt wel leuk. Ik heb zelf ook witte, maar die hebben van die open stukken, zeg maar. Dus dat is wel voor de winter natuurlijk wel... En wat kosten ze? 45 euro. Mm-hmm. Ik moet zeggen, hot. Jij zegt hot, ja. Ik ben echt hier, dit heeft me echt positief verrast. Ja. Weer wat. Ja, deze zijn leuk. Dit zijn van die sokboots. Ken je dat? Nee. Kijk, dit is gewoon een soort sok, zeg maar. Dat sluit dan mooi om je voet. Staat ook heel mooi bij een rok. En ik doe juist mijn best om sokken uit zicht te krijgen met schoenen. Nee, en dan ga ik... Ja, maar anders dan heb je altijd zo'n rand, zeg maar, bij zo'n laarsje. Dat het niet mooi om je voet sluit. Nee, oké. Dus het is wel echt heel... Het staat wel echt heel mooi, hoor. Ja, nou, ik wil, ja, maar ik wil echt iets waarmee ik op de fiets kan gaan. 's Ochtends om 8 uur met de kinderen. En een klein beetje degelijkheid. Heeft iets aan. Ja. Even kijken. Oh, dat zit nog lekker ook. Het is wel een beetje hysterisch met veel gespen en zo. Ja. Ja, ik hou toch ook wel weer daarvan, hoor. Ja. Wat vind je? Oh. Ja, ik vind ze op zich wel leuk. Ja, wel heel veel grover dan dat ik ze ooit zou kopen. Ja, dat is waar. Dat ze dan zeg maar sportief zijn, maar door de gespen en zo, dat ze toch wel weer vrouwelijk zijn. Ja, precies. Het is niet lomp. Ja, ze zijn wel leuk, hoor. Ik vind ze heel erg leuk. Oh, je bent meteen helemaal verkocht. Ik ben gewoon helemaal verkocht. En ze zitten ook nog hartstikke lekker. Nou. En wat kosten ze dan? Oh ja, 40 euro. Ah ja, okay. Nou, dus voor mij is ze nog eens even goed. Nog even... Kijk. Oh ja. Met die gouden gespen. Ja, echt een hele dikke zooi. Ja, dat zou ik niet zo snel nemen, maar het staat toch wel goed. Ja, want kijk, als je dan toch weer een rokje erbij aandoet, zoals ik nu heb, weet je wel, ik compenseer het dan wel, hè? Met gewoon vrouwelijkheid. Dus ik ga niet dit onder een lompe broek of zo dragen. Maar gewoon, als je het goed compenseert, dan vind ik dat je er wel mee wegkomt. Nou, kijk. Oh, ik ben gewoon nu al op. Ja, ik ben ook altijd wel heel makkelijk daarin, hoor. Als ik iets leuk vind, dan vind ik het leuk. En dan is het gewoon klaar. Meteen naar de kassa. Heb je nog iets leuks? Ja, ik vind dit ook leuk, hoor. Oeh. Het is een beetje fluweel. Ja. Nou, en als je dan zo'n black dress aan hebt, zo, hè. Lekker simpel. En dan het accent zo op de schoen. Leuk. Kijk nou. Nou, hij zit ook lekker. Ja, ik vind het leuk. Ik zeg hot. Jij zegt hot. Ik zeg hot, ja. Ik zal jullie nog even laten zien hoe het precies zit met die sok. Ja. Maar kijk, die sok die zit gewoon helemaal strak om je been, zeg maar. En het is vooral leuk bij een rok.
Maar ook leuk bij een spijkerbroek die wat korter is, hè? Ja, precies. Ja. Het is natuurlijk wel leuk om een spijkerbroek een beetje hoog te dragen, ja, en te slaan. En anders dan heb je zo'n gek stukje ertussen. Ja. En nu sluit het heel mooi aan. Dan heb je zo'n rand altijd, hè? Ja, maar precies. Dat is gewoon niet mooi. Heb je nu. Ja, kijk, ik heb een trui aan. En ik dacht, bij passende schoenen. Bij passende print. Ja, ik vind het wel grappig, hoor. Jij was niet zo enthousiast? Nou, nee, niet echt. Nou, op zich wel grappig, maar echt dan ook als extra schoen om een keertje aan te doen of zo. Ja. Maar als je een beetje een handige schoen zoekt, nee. Het is ook niet echt vindt zo makkelijk te combineren misschien. Nee. Wat heb je nou dan? Ja, nou, cowboy boots. Oh. Ook weer helemaal hot. Maar ik heb ze nog niet. Dus ik dacht dat ze zijn rood. Een beetje rood, maar ze lijken wel van hout. Nou, ze zitten ook echt helemaal niet lekker. Als klompen. Ik weet niet, heel stug, maar ze moeten misschien even uitgelopen worden. Ja. Cowboy boots. Je kijkt er niet vrolijk bij. Ik vind het een beetje line dance gevoel wat ik erbij krijg. Gewoon. Nee, ik ga dus deze schoenen, ik ga deze kopen. Ja. Daar ben ik helemaal blij mee. Ja, dan zou ik meteen love at first sight, hè? Echt direct. We hadden direct naar huis kunnen gaan. Ik zeg hot, missie geslaagd. We zijn weer bij de TK. Nou, kom maar even. Your favorite shop. Eens kijken wat ze hier voor schoenen hebben. Deze, hier heb ik gisteren een foto mee gepost op Instagram. Die heb ik dus hier gevonden. Ja. En dit zijn dus van dat soort dad sneakers. En ze lijken een beetje op die schoen van Louis Vuitton. Oh. Dus echt een vet goede aankoop hier. En volgens mij waren ze maar, kijk, ze zijn €14. Oh, dat is echt niks. Deze vind ik ook heel erg leuk. Oh. Ik heb vorige keer getwijfeld of ik deze zou nemen of andere. Die hebben hier gespjes. Ja. Die zien we niet meer. Maar, maar deze heeft een goudkleurige haak. Oh, dat vind ik wel heel tof inderdaad. Echt een mooi accent is dat. Ja. Had je toch iets leuks gespot? Ja, ik vind het wel grappig deze zo. Een fluwelen laarsje. Ja. En ik vond ze op zich ook wel leuk. Alleen wat ik dus echt niet mooi vind, is dat als je dus dan een rokje hebt en je hebt dan zo'n donkere panty en dan dat lichte fluweel. Nee, oké. Okay. Dus jij vindt eigenlijk, ik heb hem iets te grote maat gekocht, waardoor die zwarte lijkt dan die is. Ja, maar sowieso, maar hè. Je bedoelt gewoon echt een dunne panty, vind je mooier bij zo'n schoen. Ja, bij zo een moet echt een dunne panty of anders gewoon over een broek. Ja, ik vind deze leuk. Ja, kijk, een met een zilver hakje. En, zie, sliertjes aan, daar hou ik ook altijd erg van. Ja, jij wel, hè? Ik vind dat nou juist het minste eraan. Maar echt? Daar moet je echt van houden. Ja, ik heb ook wel van nee, die... Nee, ik vind dat... Nee. Ja, ik hou ook wel van gewoon als er nog meer sliertjes aan zitten. Gewoon een beetje cowboy look of zo. Ja, vind ik leuk. Niet gewend. Ja, zijn we in shock. Ja, wat is dit voor sportiviteit? Ja. Er zit hier wel heel veel stof, dus wat dat betreft... Het laat natuurlijk allemaal door. Ja. Dus het is misschien toch een beetje een sneeuwboot. Nou, ik vind ze op zich wel grappig, hoor. Ja. We sluiten het nog even... Een glitterlaarsje voor jullie. Even afsluiten met een glamour. Als je nou een feestdagen schoentje nodig hebt, dan vind ik deze wel echt jeetje. Ja. Ja, Maar echt heel veel glitter. Ja. Ja. Zou ik zo in de decembermaand weer naar school bij gaan, hoor? Nou, ik wou net zeggen, ik zag het al voor me. Dat je dan het kerstdiner op school hebt en dat jij er gewoon aankomt lopen zo. Ik kom zo aan. Ja. Maar gewoon ook op een doordeweekse maandag. Ja, gewoon doortrekken. Nee, echt. Ik maak er een feestje van. Ik zal even kijken hoe duur ze zijn. Ja. Oh, €24. Oh. Ja, dat zit allemaal een beetje rond die prijs, hè? De schoenen. Ja, hij is leuk. Deze ook nog even laten zien. Want deze heb ik laatst ook gekocht. Oh. Daar ben ik echt heel blij mee. Met een heel dun hakje. Ja. Oh. Maar zo best en wat kostte deze? Deze waren volgens mij ook €25 of zo. Nee. €25. Echt mega vette snowboots. Ja. Ralph Lauren. Ralph Lauren, wauw. Toch nog €45, maar ze zijn wel echt mega degelijk. €45, maar hier ga je echt heel lang mee doen. Hè? Hier kan je wel twee kinderen in... Ik heb wel vier kinderen. Nou, die blijven gewoon goed. Nee, precies. Heb je echt een Katy Perry gevonden? Ja, moet je kijken. Met een hele apart hakje. En Katy Perry heeft een beetje gekke hakjes, hè? Dat is... Het staat hier gewoon tussen. Oh ja, Heelys, dat is ook zo. Dit is trouwens ook een vrij duur merk altijd geweest. Ik weet niet of het nu nog steeds hot is, maar...
Dan kunnen kinderen en ook een beetje half rollen, zeg maar. Oh ja. Dus eventjes spice up your life. Spice Girls. Spice. Ik vind ze wel leuk. Ja. Echt? Ja, echt. Ja, maar dit is ook wel een beetje dat groffere en wat sportiever. En ja, ik vind het wel... Ja, ik vind ze wel echt super krompachtig. Past maar ook niet zo bij mij, denk ik. Nee, maar wel bij mij. En ik vind het ook leuk bij die spijkerbroek staan. Dit vind ik dan wel weer een goede match. Ja, precies. Die onderkant. Ja, leuk. Oh, jongens, voor de liefhebber. Einde weer. Nou, ja. Toch weer geslaagd, hè? En zo snel ook. Ja, eigenlijk hadden we meteen ook weer naar huis kunnen gaan. Maar dat was voor de video natuurlijk niet zo leuk geweest. Maar Nee. Ik zag de schoenen en ik dacht, nou, dat is echt precies wat ik in mijn hoofd had. We waren echt nog geen 5 minuten binnen. Of je had ze al aan? Ik had ze al aan, ja. Nou, kijk, het is een beetje een grove zool. Maar ja, daar hou ik dus wel van. Ook helemaal omdat we natuurlijk nu de winter ingaan. Ja, het is wel lekker ook. Je wil griep hebben en er is straks... Ja, ik ben hartstikke praktisch. Anders, ik ben vorig jaar nog hier op de stoep gevallen gewoon. Dan kwam ik de deur uit en zo echt plat op straat door die bladeren. Oh, ja. Dus het is voor mij gewoon belangrijk dat er een beetje grip onder schoenen zit. Oh, goed profiel, jongens. Ja, echt. Dit is echt een mommy-proof. Ja, echt. Daar kan ik de hele winter mee door. En omdat hij dus een beetje leuke gouden accentjes heeft, is hij toch wel weer een beetje sierlijk en niet te lomp, te mannelijk, zeg maar. Ja. Dus ik ben benieuwd wat jullie ervan vonden. Ja. En wat voor stijl heb jij dan eigenlijk? Heb jij een beetje de stijl zoals ik, zeg maar, een beetje wat sportiever? Of zeg je, nee, ik heb een beetje die vrouwelijke... Ja, welke schoenen vonden jullie leuk? Beetje opvallende paren of een sportievere boots. Of die schoenen, hè, met veters wat je nu heel veel ziet, kistjes. En dan, of in het wit, hè, die Elma ook aan had. Ja, dat vond ik eigenlijk ook wel een van de toppers bij de Scapino. Ja, die witte. Ja, want inderdaad, de Scapino heeft me wel verrast, hoor. Ja, ja, die witte waren leuk. Mm-hmm. Ja. Inderdaad. Ja, jij had wat minder, maar... Ze hadden echt wel leuke dingen voor een... Maar je moet ook bij de Scapino hadden we het ook nog over. Mm-hmm. Je moet goed kijken van hoe voelt het aan. En is het prijs-kwaliteit goed? Want dit is een goede prijs-kwaliteitsverhouding. Het voelt goed, stevig. Goed, maar je hebt ze er ook tussen staan dat je denkt... het voelt heel goedkoop. En dan, dat klopt. Dus je moet wel een beetje kijken wat je koopt. Ja. Maar ja, dan heb je ook wel. Tot volgende week weer. En als jullie verzoekjes hebben voor ons, voor video's, voor wat we moeten gaan shoppen... Mm-hmm. Dan horen we het graag. Tot volgende week. Doei.